Het heeft even mogen duren, maar Thief Simulator 2 is eindelijk uit. We hebben in het verleden wel eens Thief Simulator 2 de prologue gespeeld. Maar nu is The Real Deal daadwerkelijk uit. En dat betekent dat we gaan spelen. Zo simpel kan het zijn. Oké, nou, zoals eigenlijk ook in de proloog hebben wij dus moeten stelen uit 102. Nou, is dit gedeelte wel een beetje anders dan normaal gesproken. Je had echt een crackauto en... Moet ik hier wezen? Is dit de pawnhouse? Voor de pawnhouse moest je ook normaal gesproken ergens anders zijn. Bla, bla, bla. Maar dat zit dus blijkbaar allemaal in ditzelfde dorpje. Hier kun je troep in gooien of schuilen. Hallo. Ik wil graag alles. Oh, wanted on Black Bay? Cel. 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 Hallo. That's how it goes. Keep the money. It'll be rent for your new hideout. I need something from 104, and to break in there, we need a drone. It happens the guy from 103 ordered a drone recently. Okay. Learn how to mark people. We have to find out when he goes to work. Ja, maar de spullen die ik bij me heb, zijn, hoe heet het? Die kan ik op de Black Bay plaatsen. Dus kan ik die dan niet gewoon hier ergens in mijn auto stoppen? Want dit weegt bij elkaar toch weer even 6 kilo. Dat is het hele gelul. Oh ja, storage. There we go. Het is een doosje naast, hoe heet het? De sleutel van 102 is altijd wel handig om te hebben. Crowbar en flashlight is ook wel handig om te hebben. Maar wij moeten richting... Volgens mij moest ik bij 103 wezen. Tenminste, ik kan het nergens meer vinden. Ik kan mij deugen dat hier inderdaad een verhoging was. En dan moesten we markeren waar die pipo ook is. Hallo? Really? Monkeys spinning monkeys? Ik heb fucking copyright free music aanstaan. En dan krijg ik monkey spinning monkey. Ik kan hier ook geen eens naar buiten. Dipping, I am dipping. Wat? Voor wat? Man, dan doe ik het wel zo. Dan ga ik... Oh, ik kan niet over de grens heen. Ziek. En dan is ineens de politie daar. Never mind, ze hebben me niet gezien. Wat een geweldig spel is dit toch. Ik had ook eigenlijk niet anders verwacht. En vanaf het begin is het al gelijk absolute chaos. En ik zie ook gewoon op de minimap. Burglar Awareness Day. Leuk. Maar waar is die Pipo dan? Die zou hier ergens moeten wezen. Ja, ik weet inmiddels wel hoe ik dus hieruit kan komen. Maar gewoon via stoelcontainer naar buiten. Maar ja, dat is het gelul. Het markeren werkt niet goed. Oh, ik weet waar het fout gaat. Je moet markeren, moet je leren. Yeah. Somewhere visible at 3 p.m. 1500 military time. Wait it out in the parking lot and then go to the spot I marked for you. Yeah, go to the spot marked for you. Yeah, 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 yeah. Cool, cool, cool. Oh, dan gaat hij waarschijnlijk hier op het terras zitten. Go to a marked spot at... Oh, dan moet ik eerst specifiek naar de marktlocatie toe, want God verbiedt dat je het op een eigen manier doet. Koek, koek. Ik heb je... Have you got eyes on him? Yep. Mark his ass so we know when he's out. All right. Hoi. Koekoek. Next destinations. It's a very handy skill. Oké, ja, ik zie het. Hij is oké, stoppen. Kan dit niet gewoon in één gesprek? My sources say he leaves the house at 5 p.m. There's a problem though. You can't break in with the crowbar because the guy has a sound alarm. It'll be triggered. You got to learn lock picking. Drive to your new hideout and check the computer. I have a task for you, which will gain you some more experience. Mijn hideout? Tuurlijk ga ik naar mijn hideout toe. Ik vind het ook altijd zo leuk dat je als een dikke vette maniac gewoon off-road kan rijden. En het boeit toch niet, zolang je maar over deze glimmende grens heen gaat. Oh, destroy the window and abandon smash a few drinks. Tuurlijk. But not crucial for us now. Get off the PC when you're ready. Nee, ja, joh, ik ga ook nog even naar de Black Bay, want er was nog iets nodig wat ik hier kon verkopen. Nou weet ik even niet meer wat, maar ik kan hier wat dingen verkopen. Oh, dat kan dus nog niet, omdat ik niet de Nifolder en de Cheap Blender heb. Oké, wij hebben de tijd geskipt tot 5 uur 's middags, want dan weten we dat die ene Pipo uit het huis gaat. Oh, ik moet smashen bij 102, niet bij 103. Oh, zonde, jammer en een beetje balen. Dan heb ik dat verkeerd gelezen, you... Kijk, er blijkt dus hier een dikke vette
plank te zijn met een broken fence. Ja, dat wist ik al. Maar als je gewoon een beetje kundig bent, kan je gewoon dit doen. Maakt aan de ene kant ook weer niet uit. Want ik heb gewoon de voordeur. Maar even kijken. Ik moest een raam breken. Mag ik mijn crowbar equippen? Of, want ik kan hem niet smashen op deze manier. Of moet het smashen op een andere manier gebeuren? Dat kan natuurlijk ook. Ik bedoel, de deur stond toch al open. En ik kan bewijzen van, kan ik hier gewoon smash a few things. Ja, hoe smasht men dan? Wat heb ik nodig voor de smash? Had ik daar niet zo'n hamer voor nodig? Hier is mijn crowbar. Ik kon het al niet vinden. Kijk, want dan doe je... Zo, dan doe je zo. Smash a few things. Huppa. Oh, lekker. Hats. Niet sterk toilet. Dat valt natuurlijk ook wat over te zeggen. Hats. De popo is koud. Dat ding is next door. Call the cops. Hide in the dumpster of something. Welke dumpster? Oh, deze dumpster. Tuurlijk. Hoppa. Gewoon letterlijk ter plekke verstoppen in een vuilnisbak. Dat is totaal niet verdacht. Kijk, daar loopt hij. Doedoe. Hi. En hij peert hem weer. Goed sporenonderzoek, pik. Oh, ik kan nu lockpicking ook doen. Nice. Dan kan ik naar dat ene volgende huisje gaan. We have escaped. Gelijk bellen, tuurlijk. Take out your phone and order a nice basic lockpicking tool. You can buy it at your PC too, but it'd be a waste of time to drive there. Time to learn lockpicking. If you still somehow don't have the experience, stop met 100 keer te bellen. You can practice on a lock in 102 if you want. Practice is always good. Break into 103 and steal the drone. It's big, so you can't miss it. Just make sure to check your journal and see when the guy is out. Ja, 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 5 uur. Oké, hoe werkte dit ook alweer? Even het juiste puntje vinden en dan doordrammen. There we go. Oké, ja, ik weet weer hoe het werkt. Nou, dan gaan we wederom slapen tot 5 uur. En dan gaan we gewoon 103 even binnen bonjouren. Oké, let's go. En volgens mij loopt hij letterlijk daar. Doodles. Oh, hij is letterlijk nu footsie footsie. Nou, wij weten in ieder geval dat hier aan de zijkant is natuurlijk een doos. Bij deze doos kunnen we omhoog klimmen. Hartstikke idee. We kunnen niet erin crowbaren, dus we moeten natuurlijk lockpicking. En, nou, dat was wel een heel makkelijk deurtje. Oh, je kan hem dus ook weer relocken, zag ik nu net staan. Dat is handig. Want anders gaat hij natuurlijk, als hij terugkomt, dan ziet hij ineens... Huh, er is iemand binnen geweest, want ik heb zeker weten de deur gesloten. En we hebben tot en met 9 uur 's avonds de tijd. Dus alles moeten we eventjes daarvoor zien te fixen. Ja, ik had zo'n cutting board nodig, toch? Dat was een van de vereisten voor de black markets. Alhoewel, oeh, de drone. Ik heb hem. Stop met bellen, ik ben nog bezig. You need to upgrade it so it can disable cameras. There's a camera at the entrance to 104. Sell some loot and check out drone tech on your computer. Oeh, projector. Een wifi adapter, ja hoor. Alles verkopen. Verkopen, verkopen. Dat is alles wat we doen. Oh ja, ik bewaar ook altijd geld in mijn keuken of in mijn badkamerkastje. Uiteraard, uiteraard. Wijn. Robert Wijn. Oké, then we pretty much good. Relock. Ik weet niet waar agility staat. Oh, dat is hier pas. Oh, hemel. Oh, en deze skill tree is echt aanzienlijk langer dan ik had verwacht. Dan moeten we echt eerst pas perception halen. Lockpicking level 2 moeten we eerst nog halen. Oké. Nou, weet je wat? We can do it the old school way. En doe het gewoon zoals dat. Dit levert mij... Nou, ook weer best wel wat op. Die projector was best wel wat waard. Cheap blender, Robert Wine, et cetera. Die wijn is maar 35. Ja, matig. Bij de Black Bay verkopen wij de toaster en dat. En volgens mij moet ik de rest dan eventjes... Ja, en dan moet ik ook nog de Creek Wine hebben voor de Robert Wine. Zonde en jammer. Oké, de wifi adapter heb ik. En de router moet ik dan ook nog hebben. Dat is gelijk $500. Dat is wel netjes. En ik moet bij Drone Tech moet ik de Fly-by Light hebben. Oké. Allows you to disable one more camera. Ik heb $900 op mijn naam. Ik kan een batterij erbij gooien. Ik kan een movement space. Ik kan dit allemaal kopen als ik dat zou willen. En weet je wat? Dat doen we dan ook gewoon lekker. Hoppa. Onze drone is magnifiek. Great stuff. Now you can disable a camera with your drone. It'll come in handy a lot. Buy all information about 104 on Rob Tips, so there are no surprises. I won't hold your hand for much longer. Oké.
Is dat niet hartstikke duur? 104? Nee, die is gewoon gratis. Dankjewel, joh. Oké. Okay. PC unit, tenants, routines. Oké, okay, er zijn 2 tenants. Dus een zijkamer open. 2 camera's. Eentje voorin, eentje achterin. Headphones in de metal cabinet. Komt wel goed. So, 2 guys at 104. But they both leave at a certain time. You should check it out in your journal. Go there, disable the camera at the entrance with your drone. And I'll call you about your next... Okidoki. Maar 104 is de local junkyard. Oh, oké. Okay. Rood is footsie. Out of house. Nee, groen. Groen is footsie. Wat is... wanneer komt dit? Is dit middernacht? Dat is middernacht. Oh, het is nagenoeg middernacht. Oké. Okay. Kunnen we wel even een uurtje wachten. Maar we moeten sowieso ook even uitvogelen hoe de drone werkt. Oké, okay, als ik gewoon hiernaast ga staan. Ik bedoel, dit is een camera. Disable the entrance camera with your drone. No, don't mind if I do. Omhoog vliegen. En disable. Er staat ook nog een container daar. Die we open zouden kunnen breken. Oké, okay, daar is 1 guy. En die andere is dan volgens mij weg. Oeh, oké. Okay, dus hij gaat planning mode. Dat is nieuw. Ja, ja. Oké, dan moeten we nu gewoon wachten totdat het zover is. Dat hij uiteindelijk er vandoor gaat. En die route neemt hij dan. Oké. Okay. Yes. There's a cardboard box with my stuff inside. Fuckers were supposed to send it to me, but it's still there. It's heavy, so put it in your trunk and bring it home. Okay, ziek. Maar ik moet eerst even uitvogelen hoe ik überhaupt binnenkom, chef. Volgens mij is het niet helemaal de bedoeling dat ik gewoon de voordeur neem. Het is de bedoeling dat ik de voordeur neem. Okay, daar komt de guy in kwestie. Toodles. Juju. Hij neemt gewoon de poort. Yo. Planning mode off. Okay. Well. Daar gaan we. Wat een onfortuinlijke timing. En ik ren ook exact naar de politie toe. Oh mijn god. Dit is zo irritant. You can't leave while actively followed. Escape the police. En dan is de politie er gelijk. Wat is dat nou weer van fucking bullshit? Ik had zo'n grote voorsprong op de politie. En dan omdat ik naar die grens ga... Staat de politie gewoon gelijk aan mijn nek en tasert me. Instant. What the fuck is dat? Someone recognizes you. Get rid of posters? Er zijn posters? Waar? Nou, hoe dan ook. Dus drone. Vliegen we naar de camera toe. Doen we het gewoon opnieuw. Hots. Oké, okay, volgens mij minimap komt er net een auto aan rijden. Dus die moeten we eerst even er langs laten gaan. Voordat wij straks weer sussy-wussy worden verklaard. Oké, okay, die is voorbij. Let's go. Moeten we snel lockpicken? Gewoon als de wind. Oh, dat is hem niet. Dat is hem ook niet. Dat is hem ook niet. Dat is hem ook niet. Dat is hem bijna. Dat is hem. There we go. Deur dicht. Ziet er tenminste sussy uit. Oh, fuck. Deze moeten we ook lockpicken. Ja, dat moeten we sowieso doen. Omdat er zo'n doos is die we naar buiten moeten tillen. Die is nogal zwaar. Computer? Oeh, die wil ik ook wel hebben. Veel waardevolle loot hier. Toaster... Scanner. Dat zal wat waard zijn. Calculator. Ja hoor. Speaker. Ja hoor. Aha. De doos. Een doos van 5 kilo. Wat hebben we hier nog? Radio set. Geld. Receiver. Thank you. Mijn rugzak zit echt bij lange na nog niet vol. Wat is dit? Power switch. Power off voor 240 seconden. Waarschijnlijk voor het geval van de camera's of zoiets. Hatsi. Gewoon eroverheen keilen. Oeh, er komt weer een auto aan. Oeh. Ik ben verstopt achter het bushokje. En dan moet ik even alvast de trunk open doen. Keil ik hem zo erbinnen. Let's go. Ik wil die computer ook nog hebben als het even kan. Hoeveel tijd heb ik nog? Niet veel tijd meer. Oké, okay, time to dip. Fuck it. We hebben de quest complete. Let's go. Ja, moshi moshi. Okay, I assume you have the box and it didn't fall out of your trunk. Aha. Open it like a normal man does, with a knife. What's inside must remain a mystery. Send it to me via Black Bay once you have it. Oké. Okay. Vermoed dat we dat hier moeten doen? Waarom moeten we dit doen? Waarom is dit een ding? Dit is zo onnodig. Een black package. Oké, okay, die gaat via de Black Bay. Others. Black package. $250. Let's go. Voor de rest heb ik regular wallet, Robert Wine en een scanner. Nou, die ga ik allemaal dippen. Great, you're really helping me right now. I'll make sure to repay that. There's a few more things, though. I need you to plant a certain package at 110 in the bedroom.
Be careful though. You can't be seen by the guy. Ja, dat kan geregeld worden. Wat is dit? Oh, hier kan ik ook gewoon troep verkopen. Oh. Krijg je dan ook evenveel geld als bij de, hoe heet het? Denk het niet. 110 gaan we heen. Gaan we even een pakketje plaatsen. Ik weet niet wat voor pakketje, maar we komen erachter. Ik wil ook even kijken wat die hele deal is met die posters. Want blijkbaar werd ik herkend in het holst van de nacht. Oh, ik zie daar een poster hangen. Kijk nou. It's a me. Poster remaining. Er hangt dus nog ergens één poster. Ja, god verbied. Dat kan echt overal zijn, joh. Oké, okay, welkom bij 110. Dus geen camera of iets. Dus ik kan gewoon hier naartoe glippen. En wellicht zie ik de persoon. Oeh, heeft een kelder. Is het slim om naar binnen toe te gaan? Nee, dat is het niet. Wil ik het, zodat ik een routine kan herkennen? Ja, ja, ja. Langzaam de deur open doen. Ja, ik moet hier een pakketje plaatsen. Maar wie weet waar het pakketje überhaupt is. Oh, dat is hem. Plant evidence. Ik ga niet hier bellen. Dat vind ik heel sus. Oké, okay, wacht. Ik moet even kijken tot hoe lang hij slaapt. Want misschien heb ik nog even iets langer de tijd. Om gewoon rond te bonjouren. Oké, okay, hij wordt pas wakker om 8:00 AM. Dus we hebben nog een kleine 2 uur. Knifeholder, die had ik nodig. Robert Wine, ja hoor, daar wil ik er 35 van. Kijken wat deze goochem in zijn kelder heeft. Nou, stapel met geld. Generator, gastankie, een lasermeter. Oké. Okay. En, oh, een dikke vette kluis. En 110 stash key. Oeh, waar zal die zitten? Geen idee, maar hij wordt over 20 minuten wakker. Of wat zeg ik, 30 minuten. Dus, epa, deur dicht, niks aan de hand. Complete the task at 105, photograph the kitchen. Tuurlijk joh, doe ik ook nog wel. En dan kan ik ook gelijk even bij de pawnshop langs om de troep te verkopen van het huisje aan de overkant. Merry freaking Christmas. Yeah, yeah, yeah. Merry freaking Christmas. Hoppa. Er is dus blijkbaar ook nog een poster die hier ergens hangt. But where? Where is the poster? Oké, okay, dit is 105. George's Store. En George's Store heeft ook een hond die voor de deur krioelt. Plus, ze hebben hier een mailbox waar ik een microcamera in zou kunnen doen. Maar ik mag hier toch gewoon naar binnen, lijkt me. Oh, daar is de kitchen. Oké, okay. Lockpicking glasscutter. Hij zit daar. Hij doet even een aha. Maar zou ik niet gewoon naar binnen toe mogen? Hallo? Ik hoor niet per se bij de winkel, maar weet je, ik kom gewoon even koekeloeren. En hij loopt nu naar achter toe, dus zou je benen denken van, hey, kan ik hier wat spulletjes joinken? Blijkt niet het geval te zijn. Dan moeten we eventjes omlopen om te kijken of wij überhaupt daar naar boven kunnen komen. De hond loopt in ieder geval van die plek uiteindelijk daar naartoe. Daar is geen deur. Hier wel, maar dan heb ik lockpicking level 2 voor nodig. Heb ik daar überhaupt de skill point voor? Inmiddels wel. Maar dan moet ik level 5 voor zijn. Dus ik moet eerst überhaupt pickpocket doen. En dan pas mag ik die. Oh, mijn hemel. Dan weet ik ook geen eens hoe ik daar kan komen. Ja, want deze is ook level 2. Tenzij via de achterkant een loophole is. Alhoewel, kan ik niet gewoon de drone gebruiken? Bro, daar is een drone toch voor? Hier, kan ik niet gewoon zo... Plip, en dan een fotootje. Ik zie de keuken namelijk vanaf hier perfect. Oh, wacht. Dan hoef ik ook eigenlijk helemaal niet... hier te kijken, want dan kan ik ook gewoon met de drone zo eromheen vliegen. Dan denk ik dat we van binnenuit omhoog moeten klimmen, want ik zie niet zo gauw van buitenaf een mogelijkheid om naar boven toe te klimmen. Ja, behalve dan dat je via dit gedeelte erop kunt klimmen, maar ik zou niet weten hoe je daar überhaupt in eerste instantie komt. Tenzij je echt een auto hier ergens neerzet, over een railing heen, spring je vanaf deze pilaar daar naartoe en dan smash je uiteindelijk dat raam open of zoiets. Dat is de enige manier die ik even zou kunnen bedenken. En anders moeten we gewoon lekker lockpicking level 2 zien te halen. Oh, wacht. I might be onto something. Je kan dus best aanzienlijk hoog springen. Dus via dit randje en dan zo. 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 Dit slaat toch absoluut alles. Want nou doe ik dit. Misschien hoort hij het hoor. Oeh, fuck. Er loopt ook een persoon. Hi. Ik werk hier gewoon op het, snap je? Oké, okay. Smash. Kans is aanwezig dat hij het hoort. Hij hoorde net. Of tenminste, hij deed een Oeh, de hond, die rent er echt pontificaal heen. Ik weet niet waar de bewoner heen is.
Kans bestaat dat ze hier in aanleiding van het raam de politie gaan bellen. En dan moeten we hem peren. Alhoewel, er staat hier letterlijk een container voor de deur. Dus daar kunnen we dan in verstoppen. Maar vanuitgaand dat de bewoner beneden is. Photograph the kitchen. Camera. Klik. Yes. We're gonna do something crazy. But first, you need to learn how to use lockpicks. Do some jobs, steal some more. Stock up on lockpicks once you have the experience. Ja, ja. Ik ben hier nog even alles aan het joinken als je het niet al te erg vindt. Mijn backpack is vol. Vermoed dat die gozer namelijk... Oeh, fuck, dit is de trap. De trap naar beneden. Headphones. Die. Die. Oh, het is totaal niet vreemd dat zijn deur gewoon ineens open ging. Peer hem. Woep. The tenant hurt you. Nee, joh. Nee, joh. Waar heb je het over? Waar heb je het over? Doe niet mal. Doe absoluut niet mal. Maar je kunt dus eigenlijk veel creatiever zijn met de aanpak dan dat je oorspronkelijk geleerd wordt om te doen. Ik mis toasters. Ik moet 2 toasters zien te vinden voor Black Bay Bonanza. En ik moet een router hebben. Ik heb 2 headphones, no names. Ik moet daar nog 2 van hebben. Ik heb een regular wallet. Dan moet ik nog een leren en een black leather. Others. Alleen een China vase. Ik moet nog een small vase en een head statue. Car parts heb ik totaal niet. Dat is lekker, maar ik heb echt... Mijn stash zit ik te vullen alsof het niks is. Dat gaat echt bakken met geld opleveren. Ooit een keer. En de rest verkopen we hier gewoon. Niet heel veel geld. Misschien is het handig als we een aantal keer dog meat gaan kopen. Laten we zeggen 2. Want we merken dat we te maken hebben met honden hier en daar. Jewelry tools. Komen we uiteindelijk later wel bij. Er zijn ook nog heel veel dingen die nog locked zijn. Omdat ik daar de skill points niet voor heb. Ik koop nog even wel 2 extra lockpicking tools. Voor het geval dat. Uiteindelijk als we de lockpick of automatic lockpick hebben. Nou, dan zitten we helemaal goed. Ik wil ook weer niet dat mijn lockpick breekt. Oh, hey! Ik dacht, ik hoor hele tijd hoor ik een kat. Maar ik kon het niet plaatsen. Maar kijk nou, wat een schattig beestje. Hallo. We own a cat. Even when we are a thief, we own a cat. Wat een shithole is dit trouwens. Mijn hemel, wat is dit? Heavy items can be stored in the shed. Cool. Doen we niks mee. Garage. Allows you to store stolen cars and take out their parts for selling. It also unlocks the purchasable sports car at the car service. Good investment to be precise. Kost 8000. Mijn hemel. Ja, op dat punt zitten we nog lang niet. Dat is 1 ding wat zeker is. Onze schuld is nog steeds 500.000. En wij hebben een mooi begin van het spelletje gemaakt. Dames en heren, bedankt voor het kijken. 2 video's daarnaast mij maken gebruik van. Zie ik jullie graag de volgende keer weer. Tot ziens.